Er zit zo weinig overtuiging achter ons handelen. He, we hebben die onthoofding gezien van Theo van Gogh. Tenminste, een poging tot vier zagende bewegingen. Het hoofd was er nog niet af. Ik zit dan naar te kijken en ik denk van... loser. Amateur. Bereid je toch eens beter voor, jongen. Je hebt toch heel sterk het idee dat we hier in Nederland... opgezadeld zijn met de tweede keus qua terroristen. Het was volgens mij ook niet voor niks Mohammed B. Nee. Amerika had nummer A. Joh. Dan ben je in een toplocatie. Goed, dan willen ze iets van je. Het is toch een loserige organisatie, het Islamitisch Verzet Nederland. Ze hebben er eentje van ons afgemaakt. Nou, knap hoor. Overdag zomaar van een fiets afgeschoten. Nou, dat is gelukt, jongen. Echt, petje af. Maar dan zitten er op dit moment, na die ene dooie van ons, zitten er al 14 van hun in de bak. Ik heb zoiets van, ja, dat kun je economisch gezien niet lang volhouden. Op een bepaald moment zijn gewoon de moslims op. Want er zit ook geen enkele ontwikkeling in hun geweld. Maar steeds met messen. Ik heb zoiets van, ja, ontwikkel dat toch eens. Cultiveer je geweld. Maak er iets moois van. Er is zoveel mogelijk. Zoals wij doen dat. Wij ontwikkelen ons geweld. Dat noem ik beschaving. Dat hebben we ook in Irak gebracht, toch? Alleen maar beschaving. Zo hebben we daar bijvoorbeeld het precisiebombardement geïntroduceerd. Nou, ze wisten dan niet wat ze zagen. God, kan dat alles op één plek? Tuurlijk, als je maar wil. Maar nog steeds een afloop klagen, hè. En ze klagen omdat ze het niet snappen. En dan komt er zo'n huilend onderdrukt vrouwtje aanlopen. La, 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 la. Dat klaagt over haar drie dode kinderen tijdens ons laatste precisiebombardement. En dan grijp ik in, hè. En dan zeg ik, mevrouwtje, mevrouwtje, mevrouwtje. Gaan we op dit moment nu iets te kort door het bochtje, het bochtje, het bochtje. Hoe het precisiebombardement vond plaats om 3:30 s'nachts. Hoe hoorden die kinderen niet al lang in bed te liggen? En dan weer dat vrouwtje dat zegt van, ja, maar meneer de bevrijder, ze lagen in bed. Nou, en dan schiet ik dus echt helemaal uit mijn vel van nijd. En dan zeg ik, mevrouwtje, wie zet het bed van zijn eigen kinderen nou precies op de locatie van het precisiebombardement?